dear Fer. Fer and Jacob. So say for my Fernando, Jonathan Fra, Eleni, as you please. This specifically comes to me. I still need to be out of here. But it has cost me my Georgia to come. Wat hier die mensen mij vasthouden. En ik moest net aan mij zeggen. Zodat ik raak gezien kan worden. Ik weet niet wie dat moet worden. Als die Heere zijn hand op jou gezet heeft. Dus de apostel zijn vrijwet. Als die Heere jou als zijn hand op jou gezet heeft. Kan je jou maar klaar wat dan nog gaan doen. Maar niet voor me. Hij zei voor mij, ik weet niet, ik was eigenlijk gedruk om kap. Soms is nu niet jullie ook druk om besluiten te nemen. Ik versta nou, Jonah was bang geweest voor die mensen wat dan zou wees. Maar hij was in en weer gegooid. Die Heere heeft hem gestuurd naar Nineve. Maar het heeft hem gekost om daar te komen. En ik verstaan dat ik wil. Ik zeg altijd die ding. Ik zeg even mijn vrouw. Sister Angie. Ik wonne. Waar zou ik geweest met de apostelstraat? Als ik voor mij de eerste lees. Onze MD van Mikven. Dan zei het niet. Je ziet zo'n tijd in zo'n neer. Een verkeerde aanvoer. Onze zin van ik zei is. En Mr. Ian maak. Hij zei van iemand anders dat wil die kaart toe gaan. En Mr. Ian is, te bang. Hij is te bang voor die kaart. Hij hoorde die kaart zijn naam toe zijn bang. Mr. Ian vraagt me van hoe lijkt het? Kan niet worry. Ik zei Mr. Ian, nee, ik is alright. Ik is alright. Hoeveel keer zijn wij van mensen, jij zo rijdt, maar de dieper dingen gaan aan in je leven. Maar is de een vraag weer bij mij. Fernando Blijk. Ik zei van mijn vrouw, wat denk jij van oorbegin? Wat denk jij van oorbegin van niemand jou kent? Zoals een vreemde land. De eentje stuurde voor mij een boodschap van een vriendin wat in Germany blijft, wat voor een boodschap gestuurd binnen die volgende 3 dagen. Gaan jullie een opportunity krijgen wat jullie niet kan missen te weten. Anita man, Pastor Jonathan, nooit mij. Meneer Stefanander, wil je niet die lied voor ons doen op die album aanbiddingsliederen? En toen ik in die kamer kom, ook daar.